vorig jaar bestond FinFin natuurlijk 40 jaar, maar door alle coronaprikkelen hebben we het helaas moeten uitstellen. Toen bekend werd dat we weer met publiek mochten voetballen, hebben we meteen de club gecontacteerd van jongens, wanneer mogen wij onze jubileumactie gaan doen? Toen hebben we de datum van Groningen thuis toegewezen gekregen. Nou, geweldig affiche natuurlijk. En toen hebben we ons meteen volledig kunnen focussen op die datum van daar moet het af, draaiboek klaarmaken. Nou ja, je weet wel hoe het gaat en uiteindelijk tot het resultaat van afgelopen zondag. Nou, fantastisch natuurlijk. We hadden op het veld hadden we een groot voorwanddoek met 30 panlatten. Waar de mensen op een hoogte van de 16 meter konden staan. Met de tekst van VVN ben je niet even, maar heel je leven. Op de tribune hadden we 3 tribunedoeken die naar beneden kwamen. Als eerste het sfeerteam, hè, zo nu en dan eens even een actie. We hadden een themadoek met busreizen. Hè. VVN die organiseert de busreizen altijd naar de uitwedstrijden. En als laatste hadden we het magazine. En als laatste het huisdoek, het themadoek van 1981 naar 2021. Met een oud mannetje en zo en het nieuwe. Ja, hoeveel werk zit er in zo'n actie en met hoeveel mensen zijn jullie hiermee bezig? Ja, dat is mij wel eens vaker gevraagd, hoeveel werk. Ik moet er niet te veel bij nadenken, want dat is niet goed. We bestaan met z'n achten uit het sfeerteam en daaromheen hebben we nog een stuk of 20 man die ons zo nu en dan eens even komen helpen. En uiteindelijk de actie met meer dan 80 vrijwilligers. Ja, weet je, waar zie je dat nog? Daar zijn we echt heel erg trots op. Ja, de spanning die was bij sommigen wel te snijden en dat merkte je aan alle kanten. En dat maakt ook helemaal niks, dat hoort er ook bij. Maar als het dan eenmaal gaat en ik hielp dan even wat bij de tribunedoeken, op een gegeven moment dat ging gewoon vanzelf. En dan komt dat voorwanddoek als laatste omhoog, ja weet je. En ik had gelukkig de handjes vrij en ik mocht de actie nog even aanschouwen. Nou, dat is gewoon kippenvel. Volg ja ook nog die wedstrijd erachteraan? Dat maakt het plaatje helemaal compleet natuurlijk. Zo'n wedstrijd, hè, daar snakten we ook naar, tegen Groningen. Zo'n overwinning, ja heerlijk natuurlijk. De belangen zijn duidelijk. Heerenveen kan zich zo goed als veilig spelen. Groningen wil naar de play-offs. Het stadion zit goed vol. De sfeer is geweldig. Dit is geen uitspel volgens mij van Sar. Leeuwenburg is niet op tijd. Sar er langs. Sar scoort niet. Maar dan alsnog. Alsnog. Van Hooijdonk. En Heerenveen leidt. Daar komt Van Hintem, die brengt hem ook wel weer voor, maar dan in de handen van Mulder. De bal kan alleen net niet worden verlengd, wel weer ingebracht en dat is nog listig zat voor Leeuwenburg. Ah, hier weer een goede trap en nu zit hij er niet in! Brezovic kopt weg, Casamirjo goed gekapt, lekker geschoten! Het is een schitterend doelpunt! Weer Sar, die inhield om geen buitenspel te staan. Echter bij de tweede paal, Van Hooijdonk en geen doelpunt. Heerenveen gevaarlijk weg, Van Hooijdonk neemt hem nog lekker mee en schiet hem erin. Weer Van Hooijdonk. In een wedstrijd waarbij niet zoveel wordt gecreëerd, wordt er nog wel vrij veel gescoord. Van Hooijdonk weggestuurd, geen buitenspel voor zijn derde. Voor zijn derde, nee, dat is uitstekend gedaan door Leeuwenburg. Daar gaat hij er niet in. Geweldig verdedigd. Oeh, Leeuwenburg kopt. Is dat handig? Sar heeft te veel tijd nodig. Het verdedigen nog niet heel overtuigend en dus is daar de kans. Maar Leeuwenburg dekt de korte hoek voldoende af op het schot van Sar. Van Beek kopt en die zit erin! Een doelpunt van Sven van Beek! Een van de spelers die het misschien ook wel het meeste toekomt bij Heerenveen. Al een jaar op 7 niet meer gescoord. En
debutant, 18 jaar, Timo Zaal, maakt vandaag zijn eredivisiedebuut. En dat scheelt niet zo heel veel, want Duarte rost hem op de lat. Het eindigt in 3-1. En wat een hele vermakelijke editie van Heerenveen Groningen was. Met mooie doelpunten, strijd, spanning, een hoog tempo. Heerenveen doet nog mee in de strijd om de achtste plaats. In de strijd om de play-offs.